Kijk. Zie je nog goed zitten? Ja, dan heb je hem niet goed uitgespoten. Dames, dakloze krans. Is dit koud? Ja, is koud. Daar ga ik vandaag. Goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Top Job. En u weet inmiddels dat ik in deze serie meewerk bij bijzondere beroepen. En dan hadden we het er met de redactie over. Wat doet een directeur nou eigenlijk van een zeer goed lopend bedrijf? Zit hij de hele dag aan zijn bureau? Is hij druk? Is hij gestrest? Moet hij van hot naar her? Heeft hij wellicht een helikopter? Geen idee, maar dat gaat u nu zien. Goedemorgen. 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 Mari? Ja. Hallo. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ik ben Marcia. Hi, ben Mari. Goed om je te zien. Ja, welkom hier. Okay, Mari, we zijn hier voor een nieuwe aflevering van Top Job. En hier bedoel ik het servicecentrum van Brainwash. Ik kom hier vandaag omdat ik met jou als directeur van dit enorme bedrijf graag een dagje mee wil lopen. Want de mensen thuis kennen Brainwash natuurlijk van het pleintje om de hoek waar de kapsalon is. En de oranje uitstraling van die vestiging. Maar die vestigingen die groeien de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. En ik zou nou vandaag graag willen zien wat een directeur van zo'n groot bedrijf nou precies doet. Oh, welkom. Welkom. Ik vind het zelfs gewoon het leukste bedrijf waar ik zelf ooit gewerkt heb. En het is zeker in mogelijkheden een nog leuker bedrijf. De opzet toen we begonnen zijn met dit hele gebeuren, voor de eerste Brainwash Salon opgericht werd, hebben we gezegd, we willen een salonketen maken die het leukste bedrijf van Nederland wordt. Natuurlijk ook het beste, hè, want we willen natuurlijk ook aan verdienen, maar het leukste. Het leukste voor de klanten, het leukste voor de medewerkers en het leukste voor ons. Miste je nog iets in de kappersbranche? Ja, we hadden ervaring, zowel mijn zoons als ik zelf, met kapsalons in het buitenland. Kapsalons en beauty salons in het buitenland, in Duitsland, in Zwitserland en in Australië als manager. En wij stelden toen vast wat er allemaal niet goed was bij de meeste kapsalons. En als niet-kappers hebben we toen bedacht van we moeten het helemaal omdraaien. En we moeten helemaal niet proberen te denken als kapper, want we zijn dus zelf geen kapper. Maar we moeten proberen te denken als klant. De uitkomst daarna is erg simpel. Want de uitkomst is, er is geen afsprakensysteem. Je kunt dus gewoon binnenlopen. We zijn 's avonds tot 8 uur open door de week. We zijn op maandag open. We zijn zaterdags open tot 6 uur. Mannen en vrouwen, iedereen betaalt dezelfde prijs. En hoe lang bestaat de keten nou? 4 jaar geleden hebben we de eerste salon geopend in Breda. En hoeveel kapsalons zijn er nu? 109. En er komt er bijna elke week eentje bij. En soms 2 in de week. Dus een geslaagde formule. Het aantal klanten is van die aard dat ik mag zeggen dat het een geslaagde formule is. Het aantal medewerkers is van die aard dat ik dat mag zeggen. En de combinatie van blije klanten, want wij gaan niet voor tevreden klanten. De meeste bedrijven zeggen klanttevredenheid. Daar praat ik nooit over. Ik praat over klantenblijheid. Nou, ik hoor het al. We moeten aan het werk. Genoeg te doen. Prima. Let's go. Waar staat jouw auto, Mari? Aan deze kant hier. Waar gaan we eigenlijk naartoe? We gaan vandaag eerst naar Eindhoven, naar PSV. We hebben nu net een nieuw sponsorcontract getekend met PSV als official partner. En we gaan vandaag even nog een paar details daarvan bespreken. Een aantal zaken die wij nog wellicht moeten aanleveren. Wellicht nog een paar andere ideeën. En we ontmoeten daar de marketingmanager, Mirjam van Mol. Dus dan kun je misschien een paar notities maken. Ja, heb ik al een mooi boekje gegeven. Oké, prima. En waarom is Martijn mee? Ja, en Martijn is mee, want Martijn is bij ons de commercieel directeur. En verantwoordelijk voor alle bestaande salons. En in zoverre natuurlijk direct betrokken bij dit soort grotere activiteiten. Yesterday I was drunk with some tricks in a club. I don't remember who came back with me. And tonight
drink with some chicks in a club. I'm not sure I want. Ooh la la la. Mirjam, leuk dat we hier even te gast zijn. Na een lekkere lunch. Ja, was goed bevallen. Ja, met geweldige hoeveelheden. Brabant, hè? Ik begrijp nu waarom het de verlenging heet hier. Maar even omdat we hebben die sponsorovereenkomst gesloten. Mm-hmm. En ik dacht van waarschijnlijk, het nieuwe seizoen begint er bijna aan. Zijn er allerlei dingen die je wellicht nog even wilt afhaken bij ons, even wilt checken van heb je of je alle materialen hebt die wij willen en moeten aanleveren voor alle reclameuitingen. Bij mij op de afdeling zijn ze operationeel met alles bezig. De boarding moet geregeld worden, LED-boarding, dus daar moeten jullie iets voor aanleveren. We hebben de backdrops, dus de interviewborden waar de spelers voor staan, waar jullie logo op komt. Briefpapier wordt op dit moment, komt in productie bij de drukker, dus al dat soort dingen zijn in gang gezet. Maar daar hebben we voor jullie nog wel de juiste logo's en de juiste formaten nodig. Mogelijkheden genoeg. Ja, nou heel leuk. Dat helemaal zijn, heb jij dingen? Ja, die Ladies Night, hè? Wanneer in het jaar wordt die ongeveer georganiseerd? Wat houdt het in? Wat... De afgelopen jaren heeft het in maart plaatsgevonden. En het thema is eigenlijk altijd even te maken met beauty, met mode, met huidverzorging. Marie, moet ik nog iets opschrijven? Ja, nou, ik denk dat je heel goed zou kunnen opschrijven wat wij nog moeten aanleveren. Want dat moeten we waarschijnlijk binnenkort aanleveren. Logo's en allerhande formaten en vormen. Maar daar moet ik echt mensen op mijn afdeling voor vragen hoe die er precies uit moeten zien. Daarvan zorgen wij dat jullie die krijgen. En dan zorgen wij dat aan het begin van het seizoen alles voor jullie gereed is. In het stadion, op internet, op het briefpapier, op de toegangskaart, noem maar op. Mm-hmm. Ik heb het genoteerd. Maar kun jij je nog voorstellen wat Brainwash en een grote voetbalclub met elkaar zou kunnen verbinden? Komen jou nog ideeën? Nou, ik zou de voetbalvrouwen bij jullie laten komen. De voetbalvrouwen? Ja. Kijk, ik wist wel dat ik een hele goede assistent had vandaag. Misschien is het wel grappig om erover na te denken of we in deze richting iets kunnen doen met PSV. En misschien wel inderdaad juist richting de spelersvrouwen. Zou ik doen. In plaats van de spelers zelf. Maar als vrouw kijk je natuurlijk op een bepaalde manier tegen een kappersketen aan. En je kijkt op een bepaalde manier aan tegen voetbal. Nog andere dingen die je te binnen schieten? Nou vraag je wel heel veel, hè? Maar nou, hoezo? Dat is een gouden idee. Oh. Ja, we zijn nou in Best. Mooi op de route terug van PSV naar kantoor. We gaan nu bij een salon kijken. Mm-hmm. Als commercieel directeur is het natuurlijk belangrijk om te weten wat er allemaal gaande is in al je salons. Dus met hele grote regelmaat gaan we onverwachts en soms ook verwachts bij salons langs. Gewoon even kijken. Gewoon praten met de medewerkers, praten met de klanten. Kijken wat er leeft en kijken hoe het gaat. Nou, vandaag dus in de salon in Best. Dus maar wat is jullie doel dan? Wat wil je praten, kletsen, maar... Nou, gewoon... Kijk, als je de hele tijd op kantoor zit en je bent de hele dag bezig met cijfers, dan verlies je de realiteit natuurlijk heel makkelijk uit ogen. Het is heel belangrijk om te weten wat er speelt onder je medewerkers en te weten wat er speelt onder je klanten. Dus gewoon kijken van, nou, hè, hebben ze het goed naar hun zin? Hoe gaat het in de salon? Hebben ze bepaalde dingen waar ze tegenaan lopen? Kun je ze ergens mee helpen? Er is natuurlijk normaal gesproken wel een regiomanager voor die dat doet. Maar ik wil niet alleen maar via mijn regiomanagers horen hoe het in de salon is. Dus ik wil het gewoon zelf ervaren. Ik wil het zelf zien. I love and dance. I love and dance.
Maar snap je nou wat ze aan het doen is? Nou, ik snap er wel iets van, ja. Maar ik ben natuurlijk zelf geen kapper. Nee. Maar ik heb er nu een jaar of 15 mee te doen. Dus vandaar dat we wel... ik zou het niet kunnen, maar ik snap het nog wel. Oké. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps. De meeste hebben we zelf gewoon bedacht. Het concept hebben we bedacht voor de klant. De meubels hebben we zelf bedacht. Tot details toe, zoals een koffiemachine. Ja, daar zijn we mee bezig. Hè? Dat daar zelfservice op staat, dat klanten zelf hun koffie kunnen pakken. Dat soort dingen. Ja, dat is gewoon leuk. Dat geeft mij gewoon veel plezier. En als je dan hier loopt, ben je dan nog op zoek naar verbeteringen? Ja, constant naar verbeteringen op zoek. Ja. Want als we zien van, een bank zit niet goed of iets anders bevalt niet zo goed, dan veranderen we dat. Ja, ja, natuurlijk. Nee, het kan altijd beter en beter en beter. Er komt binnenkort bij elke kapplaats een speciaal hangertje waar dames hun handtas aan kunnen ophangen, bijvoorbeeld. Vind ik een hele goeie. Ja, en dat soort dingen zijn van die kleine verbeteringen die, als we ze dan eenmaal bedacht hebben, ook in de loop van de tijd overal doorvoeren. Ja. Ja, dus er zijn heel veel, dus constant is er een drive naar verbetering. Constant. Alors on chante. Alors on chante. Esther, Janne, Linda. Over Linda wil ik je nog iets zeggen. Wat dan? Want Linda is degene, die secretaresse van onze wielerploeg. Want we hebben het al over voetbal gehad, mannensport en zo. En allerlei andere dingen vandaag besproken en gedaan. Maar we hebben nog iets helemaal nieuws. Mm-hmm. En dat is, we richten op dit moment een eigen dames wielerploeg op. Een dames wielerploeg. Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder. Mm-hmm. Uitermate bijzonder. Het is ook alleen een brainwashploeg. En Linda is de secretaresse van die ploeg. Buiten alle andere werkzaamheden die ze natuurlijk verricht bij Brainwash. Maar hoe gaat het? Ja, goed. We hebben binnenkort onze ploegpresentatie. Dus het is allemaal nog even laatste werk, wat dingetjes afhandelen. Maar dat bespreken van de week nog wel even met Marie. Dus het komt wel goed. En zijn het meiden met potentie? Ja, met heel veel. Heel veel. Heel veel. Echt alle drie in staat om in de komende jaren gooien te doen naar de respectievelijke Nederlandse of wereldkampioenschappen zelfs. Ja, dus dat is geen dan. Nee. Yesterday I was drunk with some tricks in a club. I don't remember who came back with me. De benaming van 2-0 tot en met 12-0. Zijn is krachtkleur van groen. Er is een streep 7. Waarom is die dan eigenlijk groen? Hoe het nu geweest is gisteren vandaag. Wat je van opgestoken hebt. Wat je ervan vindt. Ja, wat je van Brainwash vindt. Ja, wat vind ik van Brainwash? Wat heb ik geleerd? Ik vind Brainwash een ontzettend leuk, jong, hip bedrijf. Ik heb gisteren en vandaag ontzettend veel bijgeleerd, ondanks dat ik Wella en dergelijke al ken. En ik zit tot hier vol met mijn oren. Leo heeft ons ook heel erg veel verteld vandaag, ook over de kleuren en dergelijke. Dus ik heb genoeg stof om nog over na te gaan denken en bij te leren en dergelijke. Ik heb gigantisch veel geleerd gisteren en vandaag en wij hebben zelfs een overnachting gehad. Ik kom zelf uit ver, 2,5 uur reizen, dus kregen we een overnachting aangeboden met ontbijt. Allemaal erg netjes. Ik heb tot nu toe erg naar mijn zin. Ik vind alles heel goed geregeld, dus tot nu toe helemaal top. Ja, leuk. Ja, het is een leuke, boven Kaspel vind ik zelf
een hele, mag je natuurlijk niet zeggen hier, maar vind ik eigenlijk zelf een hele, hele leuke, mooie salon. Is het ook, het is prachtig. Ja, dat alleen ligt zo mooi, die salon ligt zo mooi daar met dat water en zo. Dat is echt, prachtig, ik vind dat echt helemaal schitterend. Ja. Ik heb wel gezien dat je daar de ramen niet kunt zemen aan de buitenkant. Nee, dat wordt inderdaad dat erg moeilijk, want dan val je bijna het water in. Ja, klopt. Ja, ja, maar ik vind het een hele, hele mooie salon. Goedemiddag. Hi, Ivo van der Wel. Goedemiddag. Hallo. We gaan aan de grote tafel zitten. We gaan zitten. Daar zitten. Okay. Mag ik hier gaan zitten? Mooi. Ja, dan ga ik hier zitten. Wij zijn het organisatiebureau, dus wij hebben zeg maar het creatieve concept bedacht voor dit event. Mm-hmm. En uiteindelijk ook de hele uitvoer op ons genomen. Ik ben vandaag al de hele dag met Mari meegelopen. Ik heb van alle kanten gehoord dat het een topfeest was. Alleen ik was er niet bij. Maar ik kan me een beetje inleven in het gevoel. Ik heb foto's gezien, dus beginnen jullie eventjes met... sluit ik eventueel aan, waar nodig. Dus. Nou, misschien Mari is dan maar eerst maar eens even goed om te horen wat jij hier intern terug hebt gehoord. Daar ben ik al eerst natuurlijk wel eens even benieuwd naar. Ja. Hoe de reacties zijn geweest. Ja, er zijn natuurlijk verschillende percepties. De ene is mijn eigen perceptie. Ja. En de andere is die je van alle andere partijen, medewerkers en relaties hoort. Voor mezelf... Moet ik zeggen, ik vond het veel beter dan de vorige keer. Het was veel moeilijker, veel groter, veel intensiever, veel langer. Omdat ook nog die overnachting erbij zat in Hof van Saxe. Ja. Maar ik moet zeggen, absoluut groot compliment. Ik vond het, de vorige keer had ik nog wel een hele waslijst, dat weet je. En dit keer heb ik... Alleen nog een paar wasknijpers. Wasknijpers. Ja. Maar nou heb ik die wasknijpers toen straks even met je opgeschreven. Ja. Dus misschien dat jullie... Ja, die daar moeten we natuurlijk ook naartoe. Nou kijk, een van die wasknijpers was natuurlijk... En daar denk ik, daar moeten we wel nu langzamerhand uit leren. Want een ezel stoot zich normaal gesproken maar één keer aan dezelfde steen. En wij hebben ons nu al twee keer gestoten aan diezelfde steen. En dat is als we een groep hebben van nu in totaal bijna 700 mensen met... Nou ja, 95% vrouwen, dat we dan meer damestoiletten hebben. Die breaks ertussen hadden we, waarbij mensen ook daadwerkelijk konden opstaan om naar buiten te gaan om eventueel een sigaretje te roken. Dat ook daadwerkelijk iedereen meteen tegelijkertijd naar het toilet ging. En deze? Nou ja, dat inderdaad ook. Dank je. Heel goed. Want we waren zo in de euforie, hoe geweldig het allemaal was. Het wasknijpertje wilde ik wel meteen ook aanvullen met een heel positief ding. Wat een ongelooflijk succes was dat optreden van Jan Smit. En vooral niet het optreden op zich, maar de manier waarop hij optrad. Ja. En de manier is een flexibiliteit. Hè, ook met een paar dames die daar op het podium kwamen en dansten. En absoluut, absoluut, totaal perfect. Maar Mari, de dag zit erop. Hoe vond je het om met me samen te werken? Geweldig, geweldig. Heel leuk, heel leuk. Als je wilt solliciteren, dan je hebt mijn kaartje. Oké. Okay. Hey, luister, ik vond het bijzonder om te zien dat jij eigenlijk van alle markten thuis bent. Van een self-made man, van een directeur, verwacht ik drukte, paniek, kijken, zien, gaan. Jij bent heel relaxed, rustig. Dat vond ik bijzonder om te zien. Nou goed, in rust ligt natuurlijk ook de kracht om tot bepaalde prestaties te komen. Dat is logisch. Het hoort gewoon bij. Ja? Als ik paniek verspreid, dan raakt het hele bedrijf in paniek. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Nee, dat is wat ik vandaag geleerd heb. Ga ik voortaan dat als ik ooit directeur dan ergens van word, dan probeer ik rustig te blijven. Ja, heel goed. Nog meer tips voor de mensen thuis? Blijf gewoon jezelf. Dat is misschien wel de belangrijkste tip voor iedereen. Ja. Ja. Je zei vanochtend tegen mij, ik hoop gewoon iedere keer klanten, maar ook medewerkers dagelijks blij te maken. Ja. Vandaag heb je me bijgemaakt, Mari. Nou, dat is een leuk compliment. Ja. Hey, dank je. Ja. Nou, mag je nu naar achter gaan? Oh, wacht, daar hoort een handdoek bij. Heb ik dan net even van Mari gehoord dat ik dat wel even netjes in zijn nek moet doen. Zo toch? Ja. Ja, en dan mag je nu naar achter komen. Ik zal even eerst het water testen. Ja. En als ik dan de haren van Mari ga wassen, dan zie ik u volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Top Job. En dan zijn we vast weer ergens anders leuks.
Is het koud? Ijskoud.